Meneer De Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Andy. Goedemorgen. Kom verder. Ik ga even uitleggen wat ik bij u ga doen. Hè. Ik moet van u een masker gaan maken, zo'n soort masker. Bij een bestraling in het hoofd-halsgebied is een masker nodig. Het masker zorgt ervoor dat u stabiel ligt tijdens het maken van de CT-scan en tijdens de bestralingsbehandeling. En dat is belangrijk, want we willen gewoon dat u elke dag in precies dezelfde houding op tafel ligt. En we willen dat u niet beweegt tijdens bestraling, helemaal stil ligt. En verder ziet u dat u er wat lijntjes... De laborant kan lijnen op het masker aanbrengen om de stabiele houding tijdens de bestraling te controleren. Het masker houdt geen straling tegen. Ik mag niet praten. Ik mag niet praten. Rustig liggen. En hoeveel minuten zei u? U ligt totaal 8 minuutjes onder dat masker. 8 minuten. Oh, nou, duidelijk. Een bestralingsmasker wordt voor u op maat gemaakt in de mold room. Dat is een ruimte waar hulpmiddelen bij bestralingen worden gemaakt. Het bestralingsmasker wordt gemaakt van kunststof. Het kunststof wordt zacht en buigzaam gemaakt in een warm waterbak. Gaan we dat plaatje nu opwarmen, hè? Vervolgens wordt dit over uw hoofd, gezicht en schouders gelegd, wat eventjes warm aanvoelt. De achterkant en zijkant van het masker worden vastgemaakt aan de plaat waarop u ligt. De neus en een deel van de mond blijven open. Daardoor kunt u rustig blijven ademhalen. Het masker wordt afgekoeld met ijszakken en vormt zich precies naar de vorm van uw hoofd, hals en schouders. Als het masker is afgekoeld, blijft er een stevig gevormd masker over, speciaal voor u op maat gemaakt. Dit masker is direct bruikbaar voor de bestraling. Het maken van zo'n masker duurt ongeveer 30 minuten. Mannen met een baard moeten bij bestraling in het hoofd-halsgebied hun baard, voorafgaand aan de afspraak voor de mold room, afscheren. Een eventuele snor mag blijven staan. Het maken van een masker kan beangstigend zijn als u last heeft van claustrofobie. U kunt eventueel medicijnen krijgen om rustiger te worden. U kunt dit uitgebreid bespreken met uw radiotherapeut tijdens uw eerste gesprek over de behandeling.